Hey girl, hoe is het met je? Hey, het gaat goed. Ik heb zo'n drukke week gehad. Hoe is het met jou? I know, oh my god, ik ook. En dat terwijl mijn buik steeds raarder wordt door de baby nog maar 17 weken te gaan. Ik tel echt af. Wat ga jij zo doen dan? Ik weet het niet. Het is weekend, dus ik denk dat ik gewoon ga relaxen. Ik ben echt toe aan me-time. Ik doe mee. Ik weet echt zo'n leuke manier om te multimasken. Leuk, ik ben in. Maar goed, er zijn dus twee hele leuke manieren om deze multimasking te doen. Zullen we elk eentje doen? Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb echt hele droge wangen. Dus ik heb echt hydratatie nodig. Als jij dan de home glow doet vanwege je wangen, dan doe ik dus de Hollywood glow. En deze staat met een ander maskertje, maar die is puur echt voor de onzuiverheden. Omdat ik dat door de zwangerschap echt zo erg heb gekregen. Ja, dat gaan we doen. Super gezellig. Ik ga de maskers erbij pakken. Ik ga de mijne ook even pakken. Ik ben terug, ik heb heel even mijn high make-up eraf gehaald. Dan kunnen we zo beginnen met de maskers. Heb je ze al klaar liggen? Oké, weet je waar je het moet aanbrengen? Dus je gaf al aan toch dat je hele droge wangen had. Doe de thirsty matte echt op je wangen. Doe de super matte op je neus. En doe dan de gravity matte. Doe ik samen met jou, dat doe ik ook. Doen we op de kaaklijn en in de nek. I need it. Nou, ik ga dus de Hollywood glow doen. En ik ga eigenlijk meer op de T-zone doe ik ook de super matte, zoals dat jij gaat doen. Maar op mijn wangen ga ik wel de youth matte doen. En dan doe ik in mijn nek en in mijn, op mijn kin doe ik dus dan de gravity matte. En dat is natuurlijk echt voor het liften. Dus, maar op mijn wangen merk ik toch echt wel dat ik echt een soort van... Ja, zodra ik mijn foundation of mijn make-up erop doe, ik weet niet of jij dat hebt. Maar dat ik echt toch een soort van een idee heb dat het er niet helemaal mooi op zit. En als ik dat masker gebruik, dan zit mijn make-up er echt fladderig op. Het ruikt gewoon echt alsof je even op vakantie kan. I know. Zo lekker. En ik moet zeggen, ik laat hem ook best wel vaak snel zitten. Denk je dat we dit jaar überhaupt nog op vakantie willen gaan? Ik denk niet dat het dit jaar nog gaat worden. Nee. Ik bedoel, mijn buik wordt steeds groter. Ik kan volgens mij überhaupt hierna nergens meer naartoe. Dus ik, I don't think so. Ik denk dat we dit gewoon wekelijks moeten gaan doen. Oké, ik begin dan zelf met de supermat. En die breng ik dan gewoon op een T-zone aan. En vooral om rondom mijn neus, wat jij ook hebt, want je geeft het ook al aan. Ik heb dat precies hetzelfde. Ik heb ook echt veel meer meeeters en op de kin. Dit voelt altijd zo lekker aan. Ja, en dat is echt die eucalyptusgeur wat erin zit. Ik vind het echt zo lekker. Maar ook zo verfrissend. Het voelt ook gelijk heel koud aan als ik het aanneem. Mijn kat kijkt me echt aan van, really woman, wat ben je aan het doen? Jouw kat denkt dat. Nou, mijn kat zit me echt aan te staren van, nou wat gebeurt hier? Wat heb je op je gezicht? But still, cat woman over here. We're both cat ladies. Nu breng ik de youth matte op mijn wangen en op mijn voorhoofd aan. En serieus, mijn make-up zit hier zo veel beter door. Dit is echt het maskertje die ik gewoon forever zal blijven gebruiken. Let's do this! Deze vind ik ook altijd zo lekker aanvoelen. En die blaadjes die erin zitten, die zijn echt fantastisch. Dat is eigenlijk de thioxine die erin verwerkt zit. En die zorgt ervoor dat het zo'n sterke werking heeft. En die zorgt eigenlijk ervoor dat je huid, dat het echt gelijk een instant result geeft. En ook je fijne lijntjes, je rimpeltjes direct minder worden. Deze moet je echt. Jij leest toch een glittervariant? Ja, klopt. Je hebt ook een glittervariant. Je hebt zelfs limited editions van My Little Pony. En je hebt ze een keer met Power Rangers, heb je ze volgens mij een keer gehad. Maar die zijn geweldig. Die zijn zo leuk. Wat? Waarom heb je me dit niet verteld? Eerlijk, deze geur is zo, zo fijn. Deze wil ik gewoon, ik wil hier gewoon een geur van. Alright. Look what I got! Wat? Wat kijk je zo aan? Hij kijkt me echt aan van, what the hell is happening? Ik laat het ook even zitten en dan zie ik jou zo. Tot zo! Oké, let's go. Oké, I'm back. Jij ook, zie je? Dit voelde zo lekker. En bij jou? Ja, super lekker. Even serieus. Dit wil ik gewoon iedere week doen. Same time next week. Same time next week. Goeie. Gaan we doen. Nou, zie ik je volgende week. Tot volgende week.